Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten deel 3. Hier hebben we onze schitterende testauto weer staan. We hebben al verschillende dingen getest. We hebben bij 100 is er achteruit geschakeld. We hebben bij 120 de motorkap open gedaan. En vandaag gaan we op jullie verzoek bij hoge snelheid naar de eerste versnelling schakelen. We gaan het testen. Zo, het kan er van komen. Ik ben erg benieuwd. Daar gaat hij. Ja, wat denk jij, Dirk? Ja. Zou hij ontploffen? Nee, maar ik denk dat hij wel echt keihard afremt. Ja, zullen we het zo proberen? We rijden nu 90. 90? Ja, je zit in z'n 1. Nou, dat is best leuk. De motor vond het echt niet leuk. Hij tikt ook meteen. Hij tikt ook gelijk. Daar komen de drijfstangen hier door het schutbord heen. Serieus, hij trekt ook al echt niet meer. Nee, volgens mij is het echt heel slecht. Hoort dat? Zo. Maar er gebeurt echt veel hoor. Ja, ik hoorde het ook rammelen. Ik hoorde echt. Ja, je hoorde negen tikken, 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 tikken. Dit was echt niet goed. We kunnen alvast wel zeggen, doe dit thuis niet na. Dit zijn eigenlijk maar drie cilinders hoor. Ja, volgens mij is er al eentje. We gaan nog een keer. Oké. 50. Ja, we versnellen nog steeds. Heb je nu vol gas? Ja, en veel harder gaat hij. Hoeveel hebben we? 80. Oké, ik doe het heel snel. Hij doet het nog. Volgens mij wel. Ik heb nog geen oliedruk, man. Oké, ja, we kunnen niet veel harder meer rijden. Dit zijn echt drie cilinders. Hij is traag, jongen. Ja, drie of nog minder misschien. Nee, maar hij is nu nog trager dan net volgens mij. Het wordt steeds slechter. Ik denk dat dadelijk drijfstangen eruit komen. Daar gaan we voor. Het probleem is, hij gaat niet veel toeren meer maken. Dus op een gegeven moment dan krijg je hem gewoon niet meer verder kapot, hè? Hij gaat niet veel harder. Nou, we kunnen wel stellen dat deze motor kapot is. Hij loopt nog op drie cilinders. Ik ga hem maar snel op de kar zetten, nou, zolang hij nog loopt. Want anders dan moet ik hem dadelijk erop duwen. En dat is niet zo leuk. Ja, ik hoor jullie denken. Die motor die maakt zo'n geluid, die wil heel graag opgeblazen worden. Ja, dat willen wij ook graag proberen natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk experiment. En wij zijn toch ook wel heel erg benieuwd wat er nou eigenlijk kapot is. Als we de motor opblazen, komen de drijfstangen eruit, dan is alles kapot. Ja, dan weten we niet wat nou de oorzaak is van dit tikkende geluid. Dus we gaan hem naar de werkplaats brengen, cilinderkop eraf pakken, ring kijken en kijken wat er kapot is. Dan komt de patiënt klaar voor de autopsie. Nou, hey. Klinkt goed. Lekker hoor. Wat denk je wat er mee gebeurd is? Ja, ik denk dat er iets met de klep aan de hand is. Hij heeft natuurlijk heel veel toeren gemaakt, dus ik denk dat er iets of afgebroken of krom is of zo. Er is maar één manier om er echt achter te komen. Ja, dat ding eraf halen. Zo is het. De kop eraf, we gaan erin kijken. Dat de laatste? Ja hoor. Daarna het moment van de waarheid. Oké, ik blijf filmen als hij eraf komt. Ik wil toch misschien eens een klepdekseltje los moeten maken. Hoi. Het ziet er ook allemaal niet heel slecht uit wel. Zo netjes nog. Oh hey, kijk eens, het is hem. De tuimelaar is afgebroken. Dit is het probleem dus. En hoe komt dat? Ja, toeren. Dat komt inderdaad gewoon door te veel toeren. Dat is natuurlijk omdat die motor moet in één keer zo hard rond gaan draaien. Ja, dan krijgt dit zo'n zware belasting natuurlijk. Die is gewoon afgebroken. Hier is het andere eindje, kijk. Bij een viertaktmotor
heb je dus verbrandingskamers die worden afgedicht door een aantal kleppen. En die kleppen die zorgen dat de lucht en brandstof in de motor gaat en dat de rookgassen er ook weer uit kunnen. Die kleppen die worden aangestuurd door de nokkas en die ligt hier boven in de kop. Kijk, die zien we hier. En de nokken die je hier ziet, die bedienen vervolgens die kleppen. En deze nokken, in dit geval, drukken bovenop tuimelaars. En die tuimelaar die steunt aan deze kant steunt die af op een hydraulische steller. Die stelt de speling eruit. En aan deze kant drukt hij bovenop de klep. Kijk, er zit dan een kanaal waar hij die zo zeg maar afdicht. En op het moment dat hij wordt ingedrukt, dan is hij open. Oh, hey, wacht eens eventjes. Ha! Ik vond al dat de andere stukje niet zo goed paste. Volgens mij hoort dit stukje bij deze. Ja, kijk hier dan. Deze hoort hierbij. En daarom liep deze motor dus nog maar op 2 cilinders. Want we hebben dus 2 kapotte tuimelaars. Maar die kunnen we wel repareren. En dan doet hij het weer. En dan kunnen we dus weer een nieuwe test gaan doen met deze auto. Dus heb jij nou nog een goed idee voor een test? Zet het hier even onder in de comments. En wie weet doen we de volgende keer jouw test. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.